Mijn naam is Henk Vermaan. Ik ben samen met Hans Baggerman, eigenaar van de vanillefabriek Events. Wij beheren alle zalen van de vanillefabriek voor evenementen. En er vinden business events plaats, kleine vergaderingen, maar ook hele grote festivals. Naast 15.000 vierkante meter evenementenruimte zijn hier ook 85 bedrijven gevestigd. En dat is van groots en meeslepend. Architectenbureaus die havens bouwen over de hele wereld tot hele mooie kleine bedrijfjes. De vanillefabriek is een gebouw met een verhaal. Het verhaal is betere omstandigheden voor mensen. De mensen die hier vroeger hebben gewerkt, krijgen een fantastische fabriek met licht, lucht, transparantie. Het gebouw heeft een ziel en die ziel die voel je. De mensen die hier allemaal hun kantoor of hun bedrijfsruimte hebben, die hier hun evenement doen, die kiezen bewust voor deze plek. We zijn werelderfgoed geworden afgelopen jaar. Dat is een hele mooie erkenning. En daar komen ontzettend veel mensen op af. En ja, die genieten enorm als je hier rondloopt. Maar goed, kom het zelf zien. Kom, we gaan naar binnen. Ja. We waren destijds echt op zoek naar een onderscheidende locatie. Het liefst industrieel, met veel licht en ruimte. En ook een plek waar interactie is tussen de verschillende huurders. Maar met name echt gewoon de uitstraling van het pand en de bereikbaarheid. Dat is eigenlijk de reden waarom we destijds gekozen hebben om hier te gaan zitten. En we zitten al best wel een tijdje, we zijn intern ook een aantal keer verhuisd. En eigenlijk iedere keer kwamen we weer terug bij de Vanelle, dat toch wel echt de toplocatie was om te zitten. Het leuke is natuurlijk dat het een evenementenlocatie is. Dus we pakken ook wel eens een feestje hier mee. En eigenlijk die combinatie. En als Rotterdam ken je natuurlijk gewoon de Vanellefabriek. Tegenwoordig als Nederland of zelfs als wereldburger ken je de Vanellefabriek. Dus ja, dat is een beetje een no-brainer. Dit is de oude tabaksfabriek. Dit is een van onze twee hele grote evenementenhallen. Dit is de hal waar ook veel festivals plaatsvinden die mensen in Rotterdam waarschijnlijk kennen. Dit is, als je het over Vanelle hebt, ik weet niet of je dat kan draaien, maar dit is zo fantastisch om te zien. De zon op het gebouw. Dit is de oude koffiefabriek. Hier werd vroeger de koffie ingepakt. Inmiddels 1500 vierkante meter beschikbaar voor vergaderingen, voor congressen. We hebben een mooie zaalopstelling gebouwd. En het leuke is, een van onze opdrachtgevers zei, na de lunch stort je hier niet in Vanelle. Het is gebouwd voor het licht. Het licht komt van alle kanten binnen. En die zei, dat is vitamine D, de vitamine daglicht. Dit is mijn favoriete plek van de fabriek. Dit is de tea room. Hoe gaaf is het hier om met relaties te vergaderen, te brainstormen of gewoon aan het eind van de werkweek even lekker een biertje te doen. Wat ik dan zelf doe, ook in de winter, is lekker naar buiten. Kom verder. Hier sta je echt op het dak van Rotterdam. Ja, kijk, en dit uitzicht is, moet je kijken, Rotterdam. Het lijkt net of je een soort Maduro Dam situatie Rotterdam ziet. De stad met alle nieuwe gebouwen die er neergezet worden. De wijk Spangen met het Sparta Stadion. Het vliegveld, als ik je mee mag nemen, naar de andere kant. De snelweg, de A4 die zelfs aangesloten wordt op de vanillefabriek. Ja, om dat te beseffen dat je hier mag werken met een biertje in je hand, dat is mijn favoriete plek.